Hiermee willen we eigenlijk dat het gesprek aangaan met studenten en dat ze zich committeren aan dat ze consent, dus instemming geven voor seks, ook belangrijk vinden. Het is inmiddels wel een dingetje onder studenten inmiddels, dat je weet dat je wel consent nodig bent? Ja, nou vind ik wel. En met door het slotje te hangen aan een hek kunnen ze dat aantonen dat ze daar, zich daaraan committeren. Maar op festivals wel vaak dat we wel even uitkijken, ook voor elkaar. Daar maak je wel sneller wat mee, dat iemand dat tegen je zegt of je wat aanraakt. We willen eigenlijk het belang van wederzijdse instemming hier heel erg benadrukken. Dus dat het belangrijk is om te vragen, wil jij dit wel? Vind je nog steeds leuk wat we nu aan het doen zijn? En op die manier hopen we toch een klein beetje een goede stap daar richting consentvragen te zetten. Wat kan dan wel en wat kan dan niet? Ik denk gewoon toestemming vragen inderdaad. En gewoon niet zomaar iemand aanraken of geen dat niet wil. Niet te ver gaan. Gewoon een beetje respect gewoon, houden. Ja. Respect voor elkaar. Ja, respectvol sowieso. En niet zomaar iets doen als je geen toestemming hebt.